Bij Videoland. Hij nam ze mee naar de badkamer. en daar vermoordde hij ze. De True Crime Serie. Een moord kost meer levens. Naar het boek van Peter R. de Vries. Je bent hier voor de moord op Henk van Kort. Waarom heb je het gedaan? Omdat ik met mijn moeder heb gedaan. Stream nu. Alleen bij Videoland. Hallo moordzakenluisteraar. Heb jij ooit gedacht. zo'n case kan ik zelf oplossen? Dan dagen wij jou uit met twee zaken. In de game Agatha Christie Murder on the Orient Express speel jij als detective Hercule Poirot terwijl je de moordzaak aan boord van deze trein probeert op te lossen. Of los het mysterie achter het gestolen schilderij op in Agatha Christie's The London Case. Kan jij de case kraken? Beide games zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Bol.com voor PlayStation 4, 5 en Nintendo Switch. Welkom bij aflevering 78 van Moordzaken de Podcast. Ik denk dat we moeten beginnen om onze luisteraars te bedanken. Zeker degene die gestemd hebben op ons: want Tromgeroffel. Dadadada, we hebben de publieksprijs gewonnen bij de Dutch Podcast Awards. Was een feestje. Nou, bijna verrassend. Maar deze is de award voor jullie, voor jou als luisteraar. Dankjewel. Zek. Super. En vandaag. Ja, een heel vaak aangevraagde zaak. Het is zonder twijfel een van de meest opzienbarende zaken uh, ooit in het oosten van het land. De Bil van Twente. Ja, ik denk dat we even alle luisteraars, maar in het bijzonder de jongere luisteraars, moeten waarschuwen. Hier zijn zoveel gruwelijkheden in deze zaak. Het is maar de vraag of je het wil horen. Maar we gaan het toch grotendeels wel vertellen. Twente zaak, Eddie, Ik zit op het puntje van mijn stoel, want ik heb als tukker tot mijn achttiende in Nijverdal gewoond, als dochter van een matrassenboer. Dat is nieuw voor me. Ja, zo, zo leren we elkaar beter kennen. Zo leren we elkaar te kennen na drieënhalf jaar. Nou, het, ik vind het dan ook heel grappig dat we nu een samenwerking hebben met een matrassenmerk. We kregen er zelfs allebei eentje opgestuurd. Ja, dat is helemaal verrast. Maar je moet het ook een merk noemen: Mad Sleeps. Mad Sleeps, inderdaad. Nou, mijn vader die, die leeft al niet meer. Maar die zou trots op me zijn uh, dat ik ooit nog mensen over matrassen zou gaan adviseren. Ja, en het mooie is: Mad Sleeps is een Nederlands bedden- en matrassenmerk. En de matrassen die worden in Duitsland gemaakt, de bedden in Nederland. Dus het is echt van eigen bodem. Dat is een leuke woordspeling. Ja, en moeten we ook even zeggen dat we de matrassen even onafhankelijk van elkaar hebben geprobeerd. Ja, voordat probeerd. mensen denken dat we in één keer een Precies. koppel zijn geworden. Ja, dus. nee, een uniek matras, het is namelijk aanpasbaar. Ik heb het geprobeerd, je kan thuis zelf het matras openritsen... En eenvoudig om de hardheid te veranderen door de lagen te draaien. Nou, het is heel simpel: je hebt zes uh, lagen, zes hardheden. Ik heb er een paar dagen op gelegen, Ik ben met het middenformaat begonnen. Ik ga er nu een laag tussenvoegen. Dan wordt het weer iets harder. Dus je hoeft alleen maar de maat te bestellen en de rest bepaal je dus thuis zelf. Ja, en de prijskwaliteit is heel goed, want je krijgt het rechtstreeks geleverd vanuit de fabriek aan de klant. Dus geen uh, moeilijke showrooms en allemaal opdringerige verkopers. En. Als het niet bevalt, je mag er 120 dagen en dat is echt bijzonder op proef slapen. Nou zijn wij pas een paar dagen bezig, dus we kunnen nog even blijven testen. Ik denk niet eens dat het nodig is, want ze zijn verkozen door de Consumentenbond als beste matras en groene keuze en zelfs als product van het jaar. Dus mocht je toevallig net een matras willen kopen, dan is het nu MenteBier dat je dit hoort, denk ik. Nog mooier, Carrie. Ze hebben met 4.7 het hoogste cijfer op zo'n review platform. Trustpilot, kijk ik zelf ook wel eens naar. Ja, dus het is gewoon betrouwbaar. En het matras gaat minimaal tien jaar mee. Dat is ook de garantie. Je moet sowieso iedere tien jaar moet je eigenlijk je matras vervangen. Dat is uh, de wijze tip van mijn vader. Want als het goed is, breng je daar een derde van je leven op door. En het allermooiste is, nu de aanbieding van Mad Sleeps. Voor hun is Black Friday al vroeg begonnen. En met een hele hoge korting kun je matrassen bestellen. Neem daarvoor een kijkje op madsleeps.com. En dat is natuurlijk een Engels woord. En mad is met... M-A-T-T. En dan hebben ze een waanzinnige aanbieding voor je. Terug naar Twentse Matras. Ja, de beul van Twente. Uit 2003, we gaan terug naar het nieuws van 2003. In de vroege ochtend van 20 maart vallen Amerikanen en Britten Baghdad aan. Het is het begin van de Irak-oorlog. Ja, en daar begint ook de intensieve zoektocht naar de verdreven dictator Saddam Hussein. En die vinden ze uiteindelijk in een hol onder de grond... En ja, hoe het met hem afloopt weten we. Hij wordt vervolgens ter dood veroordeeld en meteen opgehangen. Ja, toch is alweer twintig jaar geleden. Uh, ook in dat jaar in december wordt onze prinses Catharina Amalia, de eerste dochter van onze koning en koningin, geboren in Den Haag. Het viert weer bijna haar twintigste verjaardag. En dan de sport. Ja, Michael Schumacher, toen nog iets uh, helder van geest, die werd voor de zesde keer wereldkampioen in de Formule 1. Ik denk dat onze vriend Max Verstappen hem wel gaat verslaan als het zo doorgaat. Ja, het is ook de week dat David Beckham door Manchester United verkocht wordt aan Real Madrid voor 35 miljoen. Ik zit toevallig helemaal in die docu van de Beckhams. Ook bijzonder dat jaar. De laatste wedstrijd van het seizoen was PSV-Groningen. En PSV had één puntje nodig om Ajax voor te blijven. En Groningen had één puntje nodig om niet te degraderen. En dat was de laatste wedstrijd van het fenomeen Arjen Robben. En rara, die wedstrijd eindigde in 0-0, ja, waarmee ja, iedereen dat wel meest, gelukkig was. is de meest droevige, saaie wedstrijd zijn geweest van het seizoen. Nou, de trivia, het woord van het jaar. Gamen was het woord van het jaar. Googlen eindigde op de derde plek. Nou, beide woorden zijn nu niet meer weg te denken uit ons woordenboek. Nou ja, er waren nog alternatieven. De bekende foto fuck of geen stijl. Allemaal in 2003. En op de dag zelf, en we hebben het over de nacht van 27 op 28 juni. Het was een warme, zwaar bewolkte dag met een gemiddelde temperatuur van een graad of 18. En de muziek op nummer 1 in de top 40 stond de zomerhit Summer Jam van de Duck Project uh, featuring The Sun Club. Hebben we al eerder... Onze top 40, de hele zomer, zoals Carriel zei. Maar ook in de Vlaamse ultra top 50. Want we moeten ook af en toe aan onze Belgische luisteraars denken. Terug naar zaterdag 28 juni 2003. Rond 7 uur in de avond in het Volkspark in Enschede wordt het lichaam van een 50-jarige man gevonden. Die man die ligt in een slaapzak, om hem heen heel veel bloed. En hij wordt gevonden onder een luifel bij de zijingang van het restaurant De Jaagtijden. Tegenwoordig zit daar gevestigd. Een loetje. Ja. Ik heb uh, goed veldwerk gedaan deze keer. Nou, dat park wordt onmiddellijk afgezet, wordt onderzocht op sporen. En op de plaatsen licht zien de rechercheurs, dat er meerdere spullen zijn achtergelaten. Onder andere kledingzakken, een sigarendoosje en twee batterijtjes. Maar ook nog het telefoontje van de man met daarin een aankoopbon van een kleine radio. En de agenten vonden een soort klein klepje met de opschrift Philips. Nou, dat leek op een batterijklepje van een radiootje of iets dergelijks. Het apparaatje zelf was wel verdwenen. Verder stond er een fiets tegen een muurtje. En omdat de telefoon er nog lag, ging de politie niet uit van een roofmoord. Die vermoorde man, nee, die sliep vaak op een bankje in het volkspark. Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. En zijn naam was Frank Storm. Goed om even te vertellen hoe het zover gekomen was met deze Frank. Hij is op 14 juni. 1953 geboren in Limburg. Hij heeft twee jongere zussen. En rond 1975 vertrekt hij richting Twente. Hij hield wel contact met zijn zussen in Limburg. Begin jaren 80 is hij actief door een werkgroep op te zetten in Enschede tegen apartheid. Hij was behoorlijk begaan met de zwarte bevolking in Zuid-Afrika en dan vooral het Nederlandse aandeel in het voortbestaan van het blanke regime. Hij wordt niet omschreven als haantje de voorste, maar hij deed wel mee. Hij is zelf onderwijzer. Hij kwam alleen niet helemaal goed aan de bak. Hij was vaak een invalkracht. En dat frustreerde hem en werd hem een beetje te veel. En zijn volgende zet is dat hij zich aansluit bij de SP. Hij wordt ook actief in een werkgroep voor uitkeringsgerechtigden en woningzoekenden. Maar het leidt er toch toe dat hij uiteindelijk het spoor bijster raakt. En als hij uit zijn laatste woning is gezet. Ja, dan is hij eigenlijk dakloos. Hij verblijft een tijdje bij het leger der Zijls aan de Molenstraat. En ik heb goed veldwerk gedaan. Dat is nog steeds een kortdurende opvang van het leger der Zijls in Enschede. Hij aarde daar alleen niet en eindigt heel droevig op straat. Hij wordt wel een beetje bekende verschijning in Enschede. Hij loopt vaak met zijn fiets aan de hand en heeft daar een paar van die hele zware tassen aan het stuur hangen. Ook wel een herkenbaar tafriel. Een tijdje lang gebruikte hij een onderstel van een kinderwagen om al zijn spullen te vervoeren. En hij bivakkeert inderdaad vaak in dat eerder genoemde volkspark. Daar ging hij vaak slapen. Ja, en het was in de avonduren eigenlijk een homo-ontmoetingsplek. Maar dat park was net voor de moord onder handen genomen om het veiliger voor de bezoekers te maken. Die bomen, struik waren gesnoeid, het was wat overzichtelijker gemaakt. En die vrijdag voor de moord, 27 juni, was er zelfs een feestje gehouden om dit te vieren... En de volgende dag lag Frank dus daar dood op een bankje. Nou, hij heeft daar nog een hele dag gelegen voordat hij pas in de avond werd gevonden. En het leek erop dat hij gewoon zonder enige reden was vermoord. Zijn hals was met een, een groot mes meerdere malen doorgesneden. Er was ook in zijn buik gestoken. Alleen ontdekte ze bij de sectie nog meer. Zijn geslachtsdeel was ook afgesneden en meegenomen. En deze laatste ontdekking was dus stilgehouden binnen het team. Dat was ook niet naar buiten gedeeld, want dat was eigenlijk dadenkennis. Dus dat is gewoon binnengehouden. Die recherche in Twente die, die deed haar best, maar in het dossier van Frank Storm vonden ze dus geen aanknopingspunten. En zelfs het uitloven van 10.000 euro aan een uh, gouden tip, dat haalde niets uit. Dus dat dossier belandde snel in de kast op de stapel onopgeloste zaken. En geen idee of er iets mee te maken had, maar het regiokorps Twente... Zo heette dat destijds nog. Dat had in die tijd ook meerdere zaken aan de hoofd. Ja, waar was iedereen mee bezig? En dan hebben we het ook over heel Nederland. Dat was de vuurwerkramp. Die vond plaats op 13 mei 2000. Heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat die hele woonwijk Roombeek verwoest is. 23 mensen bij om het leven gekomen. Uiteindelijk 1200 mensen die dakloos raakten. En je leest tegenwoordig nog steeds over de vervolging van die directeuren van de SA Fireworks. Dat was natuurlijk de plek waar die ontploffing plaatsvond. Ja, iedereen kent die beelden. Dat was natuurlijk giga. Dat was ook zo'n momentje van, weet je nog waar je was? Ja, nou weet je wel waar was, je was. Nou, die avond was volgens mij het Songfestival op tv. Ben ik als vervent Songfestival ja, aanbouw. Dat zou hard. half mij best kunnen. Ja, dus dat werd uh, natuurlijk onderbroken. Maar heel ensgede. En de omgeving zat er letterlijk in zak en as, inderdaad. Ja. Nou, en de politie... Die was natuurlijk met deze zaak bezig. En dan heb je het over 150 man die specifiek op deze Enschedeze vuurwerkrampzaak zaten. Ja, die hadden even toch minder aandacht voor de dingen die ook misschien wel belangrijk waren in die tijd. Nou, en het waren er wel wat. Want uh, een paar maanden na de vuurwerkramp werd de omgeving Twente opgeschikt door onvoorstelbare uh, dierenmishandelingen. Dat begon in oktober 2000 in Oldersaal. Dat ligt net boven Enschede. En die doet normaal. Zijn veldwerk, maar goed. In Het zou een beetje raar geval... zijn in dit geval als ik dat ga doen uh, in de home area van Kari. Nou, Oldersal, ken ik ook net iets beter. Mijn zus die woont daar nog. En die is toevallig ook nog dierenarts daar. Die hebben een waanzinnig mooi dierenziekenhuis in Oldersal. Is dit uh, betaalde advertentie? Sluikreclame. Sluik, sluik, sluik nou, nou, vooruit er maar. Okay, in oktober 2000 werden in de omgeving van Oldersal, dus drie ponies uit de wei ochtends teruggevonden. Die waren bewerkt met in de keel, nekhals. Ja, een groot bloederig uh, tafereel. En het bleef niet bij ponies. Ook schapen, kalveren waren aan de beurt. En soms leefde het dier zelfs nog als de eigenaar het in de ochtend terugvond. Maar het meest afschuwelijke was dat de dader die dieren ook in een geslachtsdelen sneed. Hij sneed gewoon de mannelijke dieren de penis of het scrotum af, nam dit ook mee. En waarschijnlijk als een soort van trofee. Bijzonder is zelfs dat dierenmishandeling nog gezien werd als vandalisme juridisch. Dus je kon het eigenlijk vergelijken met het slopen van een bushokje. Dat is natuurlijk ridicuul, maar dat was wettelijk gezien vergelijkbaar. Dat er een enorme angst heerste in die periode... en dan zeker onder de mensen die beesten in het weiland hadden staan... iedere ochtend weer die spanning van... zouden ze nog staan, zouden ze niet toegetakeld zijn? Ja, dat kan ik me heel erg voorstellen. Ja, ik ook. Maar die mishandelingen die duurden wel voort. In de weken daarna werden 15 ponies andere dieren zwaar toegetakeld. Gedurende de wintermaanden en dan was hij weer rustig. Maar in de zomer van 2001 was hij sadist weer actief. En er werd dus geen speciaal team opgezet om die zaak te onderzoeken. Twee regisseurs die al belast waren met andere zaken. Die kregen de meldingen bovenop hun reguliere werkzaamheden. Maar ja, geen resultaat. En een woordvoedster die zei ook van ja, er is geen lijn in te ontdekken. De tijdstippen verschillen, ook de plaats waar de verwondingen worden toegebracht. En dat was ook zo. Die eerste ponies en die paarden werden in de hals en buik gestoken. En later is het werkterrein, zoals we het heel mooi zeggen, verlegd naar de achterzijde van het paard. Nou, de rest kun je er zelf bij bedenken. De mensen zijn het zat. Al die mishandelingen van beesten. Uh, de frustratie dat er weinig mee gebeurt. En dat het maar door blijft gaan. Ja, en bij Henk Ten Napel. Hij ontdekt op 12 juli. 2001, ochtends, dat zijn Merry, 14-jarige Wenga, bloedend in het weiland ligt. Gelukkig overleeft het beestje het, maar voor hem is de maat vol. Hij richt dan ook direct Stichting Zinloos Geweld op, tegen dieren. En nog meer doet hij, hij richt ook een burgerwacht op. Met het idee om s'nachts te gaan patrouilleren, met een man of 10, 15, dacht ik... En dan moet je echt voorstellen mannen in legerkleding, een soort militie, echt zwaar bewapend tussen aanhalingstekens, en die zouden dat dan wel eens eventjes gaan oplossen. Nou, de politie die denkt er ook het zijn van, want die denkt van ja, wat gaan die lui dan doen als ze deze bul zouden vinden? Kunnen ze zich dan wel inhouden, of zouden ze misschien ter plekke hem uh, om zeep helpen? Komen ook bijeenkomsten waarbij de politie aansluit bij deze burgerwacht. Nou, allemaal een beetje moeizaam. Maar deze burgerwacht gaat verder en die hebben een best wel slim plan, vond ik. Die hebben op een gegeven moment natuurlijk een kaart en die weten min of meer waar het allemaal gebeurd is, die mishandelingen. En die gaan een lokdier inzetten. Die hebben een weiland uitgekozen, wat op ja, vijf tot tien minuten afstand ligt van. De plekken waar het dan allemaal gebeurt. En ze hebben daar een heel plan achter. Dus in legerkleding gaan ze die nacht op pad. Ze hebben zelfs een cameraman meegenomen. Om... Ja, ze houden alle andere dieren binnen. Dus ja, precies. dat vragen ze en de bewoners in de omgeving? Van hou al jullie dieren binnen. Behalve ja, en... een paar dieren die ze dan gewoon nog buiten de weiland laten staan als lokka's. Ja, en ze verstoppen zich. Ze hebben allemaal positie ingenomen. En s ochtends bij het uh, krieken van de dag... Komen ze allemaal uit hun verstopplekken tevoorschijn. Wah, niets gezien helaas, niks gehoord. En op een gegeven moment ontdekt iemand echt vlak bij die plek waar ze zeg maar op gefocust waren... dat er een schaap mishandeld was. Dat is dus eigenlijk bijna onder hun ogen gebeurd, zonder dat ze het door hebben gehad. Ja, bizar toch? Niemand die iets gezien heeft of iets gehoord heeft. Je hoort dan Henk nog op een camera roepen. Dat is te zien in een NPO-documentaire van de shitsoi onder onze ogen... En de politie ja, die wist dus wat jij net al zei, niet goed raad met die burgerwacht. Misschien dat er een paar halve garen tussen zitten. En ondertussen groeide dat aantal incidenten ook. Dus tijd voor de politie om wel in te grijpen. En ze richten dan ook een team grootschalige opsporing op. Dat team wordt caballo genoemd, Spaans voor paard. Ja, en het. Team Caballo, dat had geen idee. Het enige dat ze over de werkwijze weten, is dat de dader s'nachts opereert in een weiland. Die takelt die dieren ernstig toe, laat ze soms dood achter. En ze zien dat het eigenlijk gesneden wordt door een kenner. Dus op een bepaalde manier wordt er gesneden, wordt er vlees weggehaald. Alleen blijft het een raadsel hoe iemand, als die dader inderdaad alleen actief is, hoe het iemand lukt om een paard een geslachtsdeel af te snijden. Want dat beest blijft echt niet voor je stilstaan. Die paarden zijn waanzinnig sterk, die trappen, die maken geluid. Dus dat team Caballo gaat het grondige aanpakken, dat zorgt voor extra verlichting, voor technische camera's. Ze zetten observatieteams in. Ja, en wat denkt het team van die Napel? Die vinden dat een vreemde snoes aan, die Henk. En waarom zou die zo bevlogen zijn? Waarom is hij zo met deze zaak bezig? Uh, hij zegt later ook zelf dat het voor hem een zware tijd was. Want hij wordt door een heleboel mensen toch raar aangekeken. Van, uh, heb je misschien zelf niet iets gedaan? Hij was ook elke keer op de plekken uh, waar het gebeurde. Alsof hij het kon voorspellen. Oh, de politie gaat zelfs een zender onder zijn auto installeren. Gaat zijn telefoon tappen. Het gaat verder. Hij wordt verhoord. En dan zegt Tenapel zelf... Ja, heb ik eigenlijk best begrip voor dat ze dat doen. Want ja, in films zie je ook wel eens dat de daders vooraan staan... bij het steken van een vuurtje. Maar gelukkig voor Henk, hij is op een gegeven moment op vakantie met zijn auto in Frankrijk. En, en terwijl hij op vakantie is, wordt er ook een dier mishandeld en vervalt eigenlijk de verdenking op hem. Hij krijgt dat netjes per brief medegedeeld en ook alle taps worden vernietigd. Maar ja, echt goed voelen doet dat natuurlijk niet, want er is nog steeds geen dader gepakt. En ondertussen blijft het natuurlijk een heel moeizaam onderzoek. Er was slechts één aanknopingspunt. Bij de eerste mishandeling in oktober 2000 heeft de dader op de plaats Ligt een stok achtergelaten. En bovenaan die stok zat een stukje blauw tape. Waarschijnlijk heeft daar een mes aangezeten om een dier te steken. Ze hadden dus een, een stok met een stukje blauw tape. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben alle aangiftes uit het verleden opnieuw bekeken. Ze hebben getuigen gezocht. Ook werd er een lijst samengesteld van potentiële daders. Nou, op die lijst stonden intussen twee à 300 namen. En er kwamen tips binnen. Er was een getuige die had een man zien schelden tegen dieren in een weiland. Nou, dat is al doorgerechercheerd, er kwam niets uit. En er was ook een jonge man, die zat in een naburige instelling voor verstandelijke gehandicapten. Die werd ook in de gaten gehouden. En het was bekend dat hij zo nu en dan staarten van paarden afknipt. En uiteindelijk na onderzoek blijkt dat hij de haren verzamelde om vogelnestjes te bouwen. Heel bizar ja. van. Ja, nou, team Caballo zat dus ondertussen op een volledig dood spoor. Ja, misschien dat deskundigen ander de licht op de zaak kunnen werpen. Er werd een beroep gedaan op een gedragsdeskundige en een geografisch analist. Die, die eerste zou meer kunnen vertellen over een dadenprofiel. En die geografische analist, die kon berekenen waar de dader ongeveer zou moeten wonen. Ik vind het werk van die gedragspsycholoog wel sterk, want hij zegt inderdaad één dader. Die zaken hebben zoveel gelijkenissen met elkaar dat dat uh, waarschijnlijk is. Hij denkt aan een leeftijd van 35. Uh, hij zegt dat het waarschijnlijk een dader is die zich per fiets verplaatst. Maar het moet ook iemand zijn die vrij krachtig is, want je kan niet zomaar die beesten mishandelen. Daar heb ik ook nog een uh, dierenarts over zien spreken die zegt dat is echt best wel moeilijk, want zo'n beest gaat natuurlijk lawaai maken en gaat natuurlijk bewegen. Dus dan moet je echt wel wat kracht in huis hebben. En verder wordt er ook aangekoppeld dat het iemand moet zijn met een lage intelligentie, waarschijnlijk iemand die sociale contacten vermijdt, uh, uiteindelijk omschreven als een eenling. Ja, en, en iemand met een seksuele frustratie of in ieder geval een bizarre seksuele afwijking. Ja, en zelfs ook waarschijnlijk iemand die wel eens met de politie in aanraking geweest zou kunnen zijn en mogelijk ook TBS heeft gehad. Ik vind dat ze best veel details. Durven geven in ja, zo'n uh, profiel. Op, op zedengebied toch? Op, uh, denk aan aanranding of uh, verkrachting. Ja, nou, die geografische analist... die die kijkt, dat vond ik ook heel mooi, die kijkt naar het mogelijke vertrekgebied van de dader, ofwel waar woont deze persoon. Nou, daders, dat weten we inmiddels, die opereren vaak dicht bij huis. En op basis van dichtheid van de plaatsen, delict, is er een ruime cirkel getrokken. Die dader opereerde dan tussen het Volkspark, de Hengeloze Straat, uh, weilanden in Oldenzaal en Deurningen. Heb je vast wat meer naar gekeken? Nou, zo erg de provincie en de regio ben ik ah. niet ingegaan. Nou, in die grote cirkel daar hebben ze uiteindelijk een kleinere cirkel getrokken... waarin het vertrekpunt van de dader zou moeten liggen. En die dader zou daar dan ongeveer moeten wonen. Nou, het meest logische is dat hij in de stad Enschede woont... zodat hij ook heel snel in die stad kan verdwijnen. En dan kom je uit in de arbeidersbuurt van Enschede-Noord. En waarschijnlijk vertrekt hij per fiets naar de weilanden waar hij zijn slachtoffers maakt... En dan te bedenken, achteraf gezien, straks hoe nauwkeurig blijkt het blijkt ja, te zijn. Die geografische analist, ja, die geografisch analist. Echt, ja. Nou, die Bill van Twente heeft inmiddels al bijna vier jaar zijn gang kunnen gaan. Hij wordt dus niet gepakt. Waanzinnig frustrerend. En ik kan me ook voorstellen, ook binnen zo'n politiekorps... Ja, daar hebben ze natuurlijk nog meer onopgeloste moordzaken liggen. Waaronder uh, de moord op Frank Storm in 2003... En dat zijn dus ook verschillende TGO-teams die dus niet met elkaar samenwerken. Ja, Daar hebben ze een mooie naam voor. Dan heet het een embargozaak. Dat gaat dus zover dat zelfs bepaalde politiekorpsen niet alles met elkaar delen. Maar dat schiet dan toch niet op, zou ik zeggen? Nou, totaal niet. Maar er komt gelukkig wel verandering in. als een rechercheur dan wordt gevraagd om nog eens goed te kijken naar een aantal onopgeloste zaken... onder andere die zaak van de moordopvangstorm... Er zaten nog wat loshangende draadjes. En die regisseur die leest in het dossier. dat bij de moord op de oud onderwijzer. de hals is doorgesneden. Maar niet alleen dat. Wij weten het inmiddels. ook zijn geslachtsdeel is afgesneden. en zelfs meegenomen. Ja, dat is als een soort trofee. Exact dezelfde manier. als ook Beul te werk ging. Ja, en dan nog een klein gruwelijk detail. Ik ben natuurlijk een man, dus ik voel dat echt. Dat is zelfs afgesneden terwijl hij nog leefde. Ja ik, ja, ik moet er niet eens aan denken. rillingen krijgen we hiervan. Ja, nou ja, zoals we in het begin al zeiden, dit was dus dadeninformatie. Dat was dus alleen binnen het team bekend. was nooit naar buiten gekomen. Niemand die dit wist. Ik denk de regisseur die deze zaak nog een keer bekeken heeft... daar zijn alle alarmbellen afgegaan. De dader had dezelfde modus operandi als de bil. En er blijken nog eerdere steekincidenten te zijn in de regio... In hetzelfde volkspark waar Frank Storm in 2003 werd doodgestoken, was in juli 2002. Een man die onderweg was naar Enschede en een slaapplek zocht, was ook naar dat volkspark gegaan. Hij was s'nachts overrompeld en hij was volgens mij terwijl hij zelfs in een slaapzak lag, was hij in zijn zij gestoken om half vijf s'nachts. Hij zag nog iemand wegrennen. Hij had natuurlijk geschreeuwd. Hij probeerde nog uit zijn slaapzak te komen. Nou, gelukkig is hij uiteindelijk in het Enschedeze ziekenhuis terechtgekomen. En heeft hij het overleefd. Hij had natuurlijk direct allemaal vragen van... Uh, wat is me gebeurd en waarom ik? Dat moet natuurlijk heel erg raadselachtig geweest zijn voor hem. Maar dat was niet de enige steekpartij. Later die zomer, eind augustus, begin september... zijn er twee fietsers die rond de Hengeloze straat ook gestoken zijn... Eerst een man. Hij stak een sigaret op die man en hij voelde een harde klap. Hij werd gestoken door een voorbijrijdende fietser. Dus totaal onverwacht, zonder enige aanleiding. En een week later, een 19-jarige studente, wordt in haar hals gestoken. Ze is op weg van haar werk in het centrum naar huis. Ze woont aan die Hengeloze straat. Ze wordt van achter benaderd. En jij zal het beter weten dan ik, Carrie. Dat is best een drukke straat, die Hengeloze straat. Het is niet de meest logische plek. Nou, die vrouw die valt van haar fiets. Gelukkig overleeft ze het. Er komen ook hulptroepen bij. Ja, je kunt zeggen, het zijn allemaal weerloze mensen die totaal onverwacht gestoken worden. Ze kunnen zich ook niet verdedigen. Ja, wat moet je met zoiets? Dan voelt iedereen zich toch onveilig, zou je zeggen? Nou ja, ja, die bil van Twente heeft het dus niet alleen op dieren gemunt, hij maakt dus nu ook menselijke slachtoffers. En die link wordt nu gelegd, er wordt ook onmiddellijk een meeting belegd met de aanwezigen van experts, onder andere de gedragsdeskundige, de geograafse analist. Nou, de beide zaken, de dierenmishandelingen en die moord op Frank, die, die moeten dus gelinkt worden en die daden loopt nog vrij rond, is een tikkende tijdbom die ieder moment weer kan toeslaan. De zaak moet nu echt absolute prioriteit worden. En die vrouw die dus in 2002 in haar hals was gestoken, die jij net noemde, ja, die had die man goed kunnen zien. En die had als begnadigd tekenaar, had ze dus een fraaie compositietekening kunnen maken. En wie tekenen ze? Nou, een man met een, een grote snor, rimpels in zijn gezicht, hij had stekeltjes haar. En in ieder geval ouder dan 35, meer richting de 50 jaar. Nou, de tekening had ze al eerder gemaakt, die had tot nu toe niets opgeleverd. Maar die zou nu alsnog meer dan goed van pas kunnen komen. En die gaan we natuurlijk met jullie delen, die tekening. Maar dat helpt ze wel een stap verder. Nou ja, hoe verder aan te pakken? Een aantal forensische rechercheurs die gaan de plaats Delict in alle weilanden nog eens na. Op de Viermarkenweg, dat is een plaats Delict vlakbij de Universiteit Twente. Waar eerder een pony gruwelijk was verminkt. Daar vinden ze, achter in het weiland, als ze de bladeren opzij schuiven... vinden ze een stukje blauw verweerteep. Nou, dat is helemaal verkleurd, dat komt natuurlijk door alle weersomstandigheden, door de zon. Ja, dat blauwe tape, dat hadden ze eerder gevonden, weet je nog? Bij de allereerste dierenmishandeling hadden ze die stok met een stukje tape gezien, die hadden ze geloof ik niet eens bewaard. Dat was niet, niet zo handig. Maar wel een belangrijke aanwijzing. Ja, en ze gaan dat stukje tape onderzoeken en ja, ik was weer verrast. Er blijken dus tape-experts te zijn. Ja, wat Eddie, wat doe jij voor werk? Een nou, oh, ik, ik ben tape-expert. Denk... Ja, jij moet denken aan het programma Wedde Dat ja. van Jos Brink. Ja, dat toch? er iemand heel erg veel weet van één dingetje. en dan dat kan uh, raden of uit uh, duizenden kan uitkiezen. Ik geef jou tien rollen tape en jij moet zeggen waar het vandaan komt. Ja, nou dat gebeurt hier eigenlijk ook min of meer. Deze man die gaat het stukje tape pakken. Het knispert, hij gaat eraan ruiken. En hij zegt: Dit is een stuk tape wat in de vleesverwerkende industrie wordt gebruikt. En dan zat ik te denken, ja, maar hoe, hoe kan je dat dan weten? Nou, wat blijkt dus, dit is een bijzonder soort tape... wat nog zijn kleefkracht behoudt bij min 30 graden. Dus dat is de reden dat iemand dat weet uh, ja, te, te traceren. Het is vrij uniek. Ik vind het heel bijzonder, ja. Maar, dat is een belangrijke aanwijzing... de dader werkt in de vleesverwerkende industrie. Ja, althans, daar is de tape vandaan gekomen... Inmiddels is ook de FBI eh, geraadpleegd, want in Amerika hebben we natuurlijk nog, eh, vaak nog grotere gevaarlijke gekken dan in Nederland. Maar zelfs de FBI die hoort het verhaal verbaasd aan. Dit hebben ze zelfs in Amerika nog niet eerder meegemaakt: hè. een psychopaat die mensen en dieren de geslachtsdelen afsnijdt en als trofee meeneemt. Dit gebeurt eigenlijk alleen in de film. Maar deze psychopaat loopt nu dus ook in Enschede rond. Deskundigen die maken dus een lijst met potentiële verdachten, een, een top 10-lijst. En dat is de tijd dat ook voor het eerst de naam van Rudolf opduikt. Nou, hoe komen ze bij deze man? Deze Rudolf zat lange tijd in een uh, TBS-kliniek in Rekken. Dat is een klein half uurtje van Enschede. Maar die is inmiddels weer vrij. Hij woont ook in Enschede. En een van de behandelaren uit de TBS-kliniek tipt de politie, omdat ze eerder een, een knip- en plakwerk van, van menselijke en dierlijke geslachtsdelen bij hem hadden gevonden. Volgens de gedragskundige moet deze man verder worden doorgelicht. En wat ontdekken ze dan? Deze Rudolf die zat in de nacht van 27 op 28 juni, de nacht dat Frank werd vermoord, ook toevallig in het Volkspark op een bankje. Hij is destijds ook door de politie als getuige gehoord. En daarnaast lijkt Rudolf best wel op de man van die compositietekening. En. Hij is woonachtig in Enschede-Noord en we hadden het er net al over. Hij woonde slechts op 150 meter afstand van wat de geografisch analist als woonplek had voorspeld. Nou, dat is best uniek. Als dan ook nog blijkt dat Rudolf werkt bij een kippenslachterij in Denenkamp, weliswaar als schoonmaker. En ze gaan daar kijken en ze zien daar stapels van datzelfde soort blauwe tape. Ja, dan denken ze toch dat ze de juiste persoon te pakken hebben. Zo gaan er twee rechercheurs naar het huis van Rudolf. En ze confronteren hem met de dierenmishandelingen. Dat hebben ze ook als plan van aanpak. En wat ze zien is dat Rudolf heel zenuwachtig is. Dus niet op zijn gemak. Antwoord natuurlijk niet uh, direct op de vragen. En daarnaast is het zo dat de ene rechercheur... die ziet op een tafel in die kamer... een stuk van dat blauwe plakband liggen. En blijkbaar ziet de andere rechercheur dat er een platte grond aan de muur hangt van Enschede... die met dat blauwe plakband bevestigd is. Daar komen ze natuurlijk later achter als ze weer buiten lopen... en het over dat bezoek hebben. Ja, dat is natuurlijk wel heel opvallend. En wat ze dan heel slim doen... ze hebben natuurlijk dat plakband niet... alleen dat ene stukje wat ze ooit in dat weiland hebben gevonden... dat verweerde stukje. Maar ze zien buiten aan een bloembak in de tuin van Rudolf... zien ze ook dat blauwe plakband... en dat nemen ze toch voor de zekerheid maar even mee... En dat blijkt heel slim te zijn. Ja, ik vond het ook wel heel mooi dat ze er thuis waren... dat ze nog even in die vrieskist gingen kijken. Alsof er nog iets in zou liggen. Nou, gelukkig hebben ze dat niet ontdekt. Er lag helemaal niks in. Zou ik niet aan moeten denken, toch? Nee, maar ik denk wel, ze staan natuurlijk met twee, Staan ze buiten. Ze horen ook die trilling in zijn stem. En ze hebben dus allebei gedacht van, dit is hem. Dat moet toch een moment zijn geweest van, we hebben, hem, we hebben hem te pakken. En vanaf dat moment gaan ze hem ook observeren. Dat doen ze heel grondig. Dat doen ze negen maanden lang. In overleg met de officier van justitie hangen ze bijvoorbeeld een camera op bij de voordeur van Rudolf. Die camera die draait continu en die wordt iedere keer ook uitgekeken. En ze constateren dat er een vast patroon is. Heel vaak springt Rudolf s'avonds op zijn fiets, s'avonds laat. Hij gaat op pad, eigenlijk bijna zelfs midden in de nacht. Ja, en wat gaat hij dan doen? Nou, dat, er is een speciaal team die hem volgt. Dus hij wordt gewoon geschaduwd. En die constateert dat hij heel vaak bij een van die eerdere plaatsen delict. En dan hebben we het over de dierenmishandelingen. Dat hij daar even stil gaat staan. Dat hij een sigaretje opsteekt. Dat hij kijkt naar die weilanden. Dus die weilanden waar hij ooit een beest mishandeld heeft. En dat hij zich vervolgens seksueel gaat bevredigen zichzelf. Ja, dat is natuurlijk echt... Heel erg verknipt uh, gedrag. Ja, alleen dat, dat achtervolgen wordt op een gegeven moment natuurlijk te risicovol. Maar er is geen concreet bewijs. Hè. Ze hebben alleen dat stukje blauwe tape. Ja, we hebben het ook over 2004. Dus de techniek was niet zoals vandaag: hè, dat je via je telefoon continu traceerbaar bent door het GPS-systeem. En de kans is er dat ze hem uit het oog verliezen. En laten we wel wezen, we zeiden het al, Rudolf is een tikkende tijdbom, maar hem oppakken, ja, dat is weer een ander risico. Zonder concreet bewijs of bekentenis zou hij zo weer op straat staan. Het duivelsdilemma. Toch werd naar een risicocalculatie de kans op een nieuw slachtoffer te groot geacht. En we zeiden het al, ondertussen had het TGO-team ook een stukje blauw tape ontdekt op die bloembak buiten zijn huis. Dat stuk tape hebben ze in het geheim meegenomen, hebben ze laten onderzoeken door het NFI. Het blijkt nu na onderzoek dat het hetzelfde tape is als het verweerde stuk blauwe tape. dat ze hebben gevonden op een van de plaatsen delict. Groen licht dus om Rudolf op te pakken. Helemaal ook omdat hij bleek mensen te achtervolgen, zelfs in dat volkspark. Ja, dan krijg je het idee dat hij misschien weer mensen gaat ombrengen. Kortom, 8 april 2005, iets voor half twee s'nachts, lichten ze dus Rudolf van zijn bed. Ze doorzoeken natuurlijk zijn huis, ze vinden een grote vuilniszak met knipsels, met plaatjes van dieren, met opgeplakte penissen van mensen, een hele stapel. Ze zoeken verder, ze vinden in een la allerlei messen met blauw tape. Ze vinden ook boeken over roofdieren, hoe een slachtoffer beslopen wordt en gedood. Ja, het is hem gewoon. Ja, in een andere diepvries vinden ze wel geslachtsdelen. Ja, alleen, het is niet genoeg bewijs voor de moord op Frank. Ik bedoel, dit is natuurlijk allemaal gelinkt aan de diermishandelingen. Dus ze besluiten om een paar dagen later terug te komen om het huis nog eens grondig met luminol te onderzoeken. Nou, ze onderzoeken alles, een stapel pornovideo's wordt opzij geschoven. En dan, daarachter, vindt de rechercheur een klein radiootje. En wat blijkt als ze dat ding oppakken? Het batterijklepje ontbreekt. Nou, dit is echt een eureka moment. Dit is de link met de moord op Frank. Het bewijs waar ze naar op zoek waren. Dit is zijn bewaarde trofee. Na onderzoek wordt ook nog eens duidelijk dat de bloedsporen van Frank op het radiootje zijn achtergebleven. Dus ja, dit is onmiskenbaar forensisch bewijs. Dit is de doorbraak. En ze gaan Rudolf verhoren. En bij het eerste verhoor confronteren ze hem met de stok met tape die ze ook in die woning hadden aangetroffen... Ze hebben het helemaal uitgedacht, die verhoren, helemaal voorbereid van waar ze mee beginnen. En ze beginnen met de dierenmishandelingen. Ja, en hij zegt, dat klopt, hij bekent eigenlijk de meeste dierenmishandelingen. Dat is al een enorme stap, want ze hebben natuurlijk zich de hele tijd zorgen gemaakt of ze wel voldoende bewijs hadden. En die verhoren gaan door en na een paar dagen, ja, bijna uit het niets, bekent hij ook de moord op Frank Storm. Ja, het is wel mooi hoe ze dat deden. Hè? Die regisseurs die vroegen hem of hij iets te maken had met de vermoorde zwerver. En hij antwoordt gewoon... Ja, de man in het volkspark bedoelen jullie. Het, het is gewoon... Uh, ze hoefden niet eens uh, het schoteltje voor te leggen. Hij kopte hem er gewoon in. Ja, en hoe het dan verder gaat hij verhoren? Hij wil eigenlijk alles weten van die regisseurs. Hij wil gewoon weten... Hoe zijn jullie erachter gekomen? Hoe hebben jullie al deze informatie gekomen? Het blijkt dat hij ook zelf gefascineerd is door CSI, de serie die ik niet kijk. Jij misschien wel, maar... Nee, ik ook niet, maar ik vond het wel mooi. Hij is een een fan van het programma. Dus hij zegt ook nog even, ja, ik vind het heel eervol dat, dat jullie er dus zo lang over deden om mij te pakken. Dit is gewoon echt een maniak. Maar wie is hij dan, Rudolf? Deze Rudolf is geboren in 1955 in Duitsland... Zijn ouders die scheiden snel. En dat gaat niet helemaal goed. Zijn moeder wordt prostituee. Zijn vader vindt weliswaar een andere vrouw. Maar hij en zijn broertje, ja, die gaan pleeggezin in en uit. En dan hebben we het ondertussen over de extremistische jaren 80, 90. Dus ja, dat gaat helemaal niet goed. En het blijkt dat die nieuwe vrouw van die vader, dat is zijn stiefmoeder, die heeft twee andere kinderen. En Rudolf wordt helemaal achtergesteld in dat nieuwe gezin. Hij wordt geslagen, hij wordt zelfs opgesloten door deze stiefmoeder. En hij beschrijft zelf zijn jeugd als zeer slecht met zeer weinig vader- en moederliefde. Nou, het blijkt ook dat deze jonge Rudolf wel wat dingetjes heeft uitgevroten. Hij heeft wat boetes en wat kleine vergrijpen zoals een winkeldiefstal. Ja, dat is misschien nog niet zo heel erg extreem. Ik zou bijna zeggen, iedere puber die haalt wel eens streken uit. Het is natuurlijk niet een goed teken. Rudolf zelf trouwt, krijgt twee kinderen, maar is tijdens zijn huwelijk toch ook al behoorlijk buitenshuis seksueel actief. Nou, niet een beetje. Uh, hij vergaart tachtig meldingen en veroordelingen wegens schennis van de eerbaarheid. En wat doet hij dan? In de meeste gevallen is dat eigenlijk publiek masturberen in het aangezicht van vrouwen en meisjes. Ja, zoals het mooi heette vroeger potloodventerij. Maar hij komt er niet mee weg. Hij wordt veroordeeld in 1986 namelijk voor een verkrachtingspoging in Apeldoorn. En dan al die schennisplegingen die ik net noemde. Hij krijgt daarvoor een half jaar gevangenisstraf plus tbs met dwangverpleging. Relatieve korte straf, maar de TBS-periode, dat blijkt een hele lange te zijn. Hij mag wel in 1998 al met proefverlof. En ja. verdwijnt dan ook een beetje uit beeld bij politie en justitie. Nou, en dan houden we natuurlijk even in gedachten wanneer de eerste dierenmishandelingen waren. Dat is 2000. Ja, ja het is, hij mij is... is ook jarenlang TBS, dus het werkte bij hem averechts. Hij kwam er erg uit dan hij erin ging. Hij heeft gewoon al die therapeuten heeft hij gewoon om de tuin geleid. Hè. Hij vertelde gewoon precies wat ze wilden horen. En hij wekte dus de indruk dat hij, dat hij grote sprongen maakte. Heel slim zei hij dus op een bepaald moment... ja, ik ben er nog niet helemaal aan toe om terug te keren in de maatschappij. Dat was eigenlijk allemaal onderdeel van zijn strategie. En op een gegeven moment verzond hij gewoon een relatie met Ene Bianca. Dat was gewoon een fictieve vriendin. Ja, en dat werkte gewoon. Dus hij werd gewoon behandeld buiten de kliniek... Hij trok in, in, een, in een duplexhuisje aan de, aan de Hulsmaatstraat in Enschede en hij zorgde gewoon ervoor dat hij zich goed gedroeg. Ja, ik vind het weer zo'n voorbeeld van iemand die clinic-wise is. En dat hebben we ook wel in eerdere zaken gezien. Ja, dat komt maar, toch terug. Daarmee wil ik niks slechts zeggen over TBS-behandelaars. Nou, daar komen we zo nog op terug, denk ik. Precies. Nou, we komen nu bij het onderzoek wat natuurlijk ook naar deze man gedaan wordt. Ja, door het Pieter Baan Centrum. Nou, een psychiater en een psycholoog die hebben hem natuurlijk even goed onderzocht. Maar dit was natuurlijk de 16,5 jaar daarvoor ook al gebeurd in een TBS-kliniek. Wat is er allemaal mis bij Rudolf? Volgens de deskundige van het uh, PWC is hij ernstig gestoord. Nou, ze zijn er niet heel gerust op dat het uh, op zijn 65ste anders zal zijn of dat het zal zijn verbeterd. Hij heeft namelijk geen functionerend geweten. Hij heeft een gebrek aan empathie, hij heeft geen vroeging, spijt of berouw en hij heeft geen last van het lijden van zijn slachtoffers. Dus er is sprake van een ernstige psychopathie. Zijn persoonlijkheid wordt dan ook gekenmerkt door leegheid, uh, primaire lustbevrediging. En dat kwam ik tegen, hij wordt dus polymorf pervers genoemd. Nou, ik heb het even opgezocht, uh, dat komt van Freud, die noemt de mens polymorf pervers. Ik weet niet of jij er ooit van had gehoord. Nieuw voor mij? Nee, nou voor mij ook, maar dat wil zeggen, de mens is in aanleg in staat om aan alles uh, lust te beleven. En vooral kinderen, die worden niet gehinderd door schaamte of door walging. En later door je opvoeding, uh, dan worden die emoties, uh, ja, die gaan bepalen wat normaal is, dan ga je dat soort dingen niet meer doen. Bij hem is dat allemaal misgegaan. Hij heeft vaak extreem, seksueel, sadistische en bizarre fantasieën. Nou, dan heb je ook nog woede en agressie. Dat spelen in combinatie met lust dan een uh, belangrijke rol. Hij heeft gewoon seksuele prikkelhonger. Is voortdurend op zoek naar steeds zwaardere prikkels om zijn uh, psychische leegte te vullen. En tussen die gevoelens van seksuele opwinding, woede en agressie... Ja, daar kan hij geen onderscheid in maken... Die zijn gewoon, die moeten uitgeleverd worden op een zwakkere en zelfs weerloze slachtoffers. Ik schok het meeste van de conclusie van deze deskundige. Want als je alles hoort wat Carrie zegt, zeggen zij uiteindelijk dat als dit allemaal speelde ten tijde van het plegen van de ten laste gelegde feiten, dus als dat bewezen is, dan kunnen hem die maar in verminderde mate worden toegerekend. En adviseren ze eigenlijk weer. TBS, nog een keer. Hij heeft al 16,5 jaar TBS gehad. Dat voelt dan wel weer een heftige conclusie als je alles uh, hoort. Oh, ik heb er niet voor gestudeerd, maar ik denk dat hij met de behandeling opnieuw weer de fout in zou gaan. Maar ze zijn het ook over eens dat eigenlijk geen behandelmethode beschikbaar is. Het enige dat misschien iets oplevert is symptoombestrijdingen met behulp van libido-remmende medicatie. Maar die wil hij niet nemen? Nee, dan houdt het op. En dan komen we bij de rechtbank in Almelo, november 2005. Hij komt daar binnen in een gestreept polo-shirt, een beetje lachend. Uh, mensen die erbij waren, die zeggen hij leek er wel trots op. Hij lijkt het een beetje weg te lachen. Het interesseert hem allemaal niks. Hij wordt ook omschreven als een roofdier, zoals hij daar binnenkwam. Ja, zelf zegt hij daarover: ja, uh, hou me op met deze poppenkast. Ik krijg toch levenslang. Ja, en dan begint hij te verklaren: ik vond in best veel detail allereerst hoe hij Frank benaderd had. Dan hebben we het over de man natuurlijk in het Volkspark. Hij zegt dat hij die al een paar dagen voor de moord ontmoet had. En die Frank had zich laatdunkend over homoseksuelen uitgelaten. En daarmee had Rudolf besloten: deze man moet dood. En hij was dus een paar dagen later teruggekomen nadat hij Frank had geobserveerd om dat daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Nou, en dan hoe ook. Terwijl Frank nog leefde, heeft hij dus zijn geslachtsstil weggesneden. En Frank is dus uiteindelijk aan bloedverlies en een bezelschade overleden. Nou, volgens Rudolf heeft Frank gewoon nog een kwartier geleefd. Dus hij heeft er gewoon bloedend en levend achtergelaten. Ja, er was natuurlijk nog die andere man in het park... die het wel overleefd had, een jaar eerder, in juli 2002... Ja, ook die man was door Rudolf in de gaten gehouden. En het was zelfs zo dat hij daarvoor naar huis was gegaan om een mis te halen. En uiteindelijk teruggekeerd was in dat volkspark. En vervolgens deze nietsvermoedende man, die in zijn slaapzak daar ergens lag te slapen, had gestoken. Hij was ook helemaal niet bang geweest, had hij gezegd. En hij was er eigenlijk van uitgegaan dat die man wel overleden zou zijn. Wat hij dus gelukkig niet was. Maar het ging er maar alleen maar om, om de prooi die hij dan te pakken had. Ja, hoe hij erover praat. Het is alsof het geen mensen zijn. Nee, en hetzelfde met die dieren. Uh, hij verklaart dan in de rechtbank dat hij dus die geslachtsorganen heeft weggenomen. om thuis op te eten of er zelfs seksuele experimenten mee te doen. Nou, hij vertelt er heel openhartig over, bijna trots. En die rechtszaal, ja, die, die luistert met afschuw mee. Ja, en wat zou dan het motief geweest zijn? Nou. Spanning en agressie kwijtraken en steeds extremere dingen nodig hebben om geprikkeld te raken. Ja, als, als, als dat een motief is om zo te gedragen, seksuele frustratie, opgekropte woede, wat moeten we daarmee? Nou, dan komen we bij de uitspraak van de rechtbank en ja, dat is nog even spannend, want... De eis is levenslang, maar het advies van het Pieter Baan Centrum is toch TBS met dwangverpleging. Ja, en waar zou het dan op uitkomen? Nou, voor de rechtbank is het zo dat er maar één straf mogelijk is: en dat is namelijk levenslang. Behandeling heeft geen zin in dit geval. En zij zeggen: nou, Niet in deze woorden, maar iemand die zo seksueel verknipt is, die zal dat altijd blijven. Hij wordt veroordeeld voor moord op Frank Storm. En die drie pogingen tot moord. En natuurlijk ook voor die dierenmishandelingen. Dat wordt in die tijd feitelijk nog niet eens zo heel erg zwaar bestraft. Omdat dat slechts vandalisme is. En Rudolf laat het hier toch niet bij zitten. Hij wil eigenlijk toch die psychiatrische behandeling. Hij gaat in hoger beroep. Ja, de vraag is, krijgt hij weer levenslang of toch opnieuw een TBS-behandeling? Zoals hij eerder gehad heeft... Het Hof is ook van oordeel dat uh, Rudolf levensgroot gevaar oplevert voor de samenleving. Nou, die behandeling van TBS 16,5 jaar heeft geen enkel effect gehad. Sterker nog, Rudolf geeft zelfs toe alleen maar slechter te zijn geworden van de TBS. Hij wil niet meewerken aan medicatie. En hij reageert bij het Hof heel onverschillig uh, op wat hem wordt voorgelegd. Ja, hij zegt zelf, ik heb een fout gemaakt door na de moord uh, op die zwerver de radio mee te nemen. Het bewijsstuk. Uh, hij geeft wel toe dat het goed was dat hij vastzat, omdat hij anders meer slachtoffers zou hebben gemaakt. Nou, je begrijpt, ook het hof veroordeelt hem tot levenslang. En uh, ze rekenen hem zwaar aan dat hij Frank leefd heeft achtergelaten. Er is maar één straf mogelijk, levenslang... want uiteindelijk is de bescherming van de maatschappij het belangrijkst. Volgt toch nog cassatie. En dat wordt met name gericht op het feit dat het onvoldoende gemotiveerd zou zijn... waarom levenslang dan toch de juiste straf is... Nou, ik zou bijna zeggen gelukkig levert dat niks op. Dus de straf blijft onherroepelijk levenslang voor Rudolf. En dan komen nog bij een paar bijzondere elementen in deze zaak. Bijvoorbeeld de rol van Henk ten Apel die is wel in het zonnetje gezet. Die heeft natuurlijk best wel veel bijgedragen... met zijn burgerwacht, door actie... en de, daardoor iedereen wel op scherp gezet. Hij heeft nog een stichting daarna opgezet. Eh, Paard zoekt de baas. Hij is nog eh, geëerd eh, voor zijn goede werk. En hij heeft nog een tijd lang met deze Rudolf gecorrespondeerd... en daar zelfs een boek over geschreven. Nou, die, die correspondentie vond ik met name heel bijzonder. En dan kunnen we misschien direct ook even een tip tussendoor geven... Er is een hele interessante documentaire gemaakt over deze zaak bij Tweedoc. En daarin eh, zie je ook deze Henk ten Napel voorlezen uit die correspondentie. Ik zou zeker zeggen, het is een tip om die docu te bekijken. Ja, ik vind het heel mooi hoe, hoe Rudolf, die vertelt hem dan hoe hij te werk ging. Die drieënhalf jaar. Hij zegt dan ook van ja, ik was heel oplettend en, en georganiseerd. Ik keek dan heel goed naar, naar het weiland. Hè, dat er niet veel omwonenden waren. Dat het donker was. Uh, maar wel dat ik de weg in de gaten kon houden, dat ik een vluchtweg had. En wanneer natuurlijk iedereen sliep, dat heeft hij gewoon helemaal bijgehouden. En hij vertelt ook in, in de brief hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om dus die pony of paard dat geslachtsdeel af te snijden. Want het is natuurlijk onmogelijk om als één man gewoon een pony uh, dit aan te doen. Nou, hij had, had gewoon losliggende stenen die hij in het weiland uh, vond, heeft hij gewoon aan de dieren gegooid. En hij had die stok met dat mes dus erop geplakt, zodat hij van afstand die dieren kon uh, steken in de hals... En die dieren die verloren, dan eerst heel veel bloed. Die verzwakten na een tijdje. En dan kon hij zijn gang gaan. Dus hij heeft er wel echt over nagedacht. Hij ging gewoon heel slim te werk. Rechercheurs leren er ook van dat hij zo slim te werk gaat. Want nadat hij een jaar in de gevangenis zit, gaan ze daar naartoe. Als leerdoeleinde. En een detail: ze proberen natuurlijk een beetje. Prettig met Rudolf te praten, een beetje open. Ze willen natuurlijk wat van hem leren. Ze geven hem wat te drinken. Hij vraagt om een blikje cola. Dat krijgt hij. Nou, hij vertelt over het feit dat hij geen fijne jeugd heeft gehad. En ja, hij wil mensen daar in de toekomst ook voor behoeden. Hij wordt ook gevraagd of hij wil meewerken, want het is interessant voor de wetenschap. Nou, heeft hij getekend, dus hij voelt zich belangrijk. Nou, en zo praten ze verder. Ja, hij praat erover zonder emotie. En hij zegt zelf: nou, die pony die had ik best goed te pakken en uh, het zei zo. Echt veel spijt heeft hij niet. Ja, en dan zeggen die regisseur van: ja, maar dat kan toch niet en uh, dat gaat natuurlijk niet iedereen accepteren. Ja, en wat hij dan volgens mij doet, dan pakt hij dat lipje van dat blikje cola en dan zegt hij: ja. Als het mensen niet zint, dan snij ik ze de strot door. Zit je daar als rechercheur met die kerel aan tafel. Die rechercheur zegt ook later... ik geef hem de volgende keer gewoon een glaasje water in plaats van een blikje. Maar deze kerel is zo verknipt. Ja, Dat gaat natuurlijk die, nooit goed komen. Die kan nooit meer vrijkomen. Nou ja, daarvoor terugkomend inderdaad op zijn uh, eerdere TBS. Uh, want een deel van zijn daden pleegde hij gewoon nog toen hij onder TBS-bewind stond. Hij hoefde zich alleen maar af en toe te melden bij een begeleider. Kreeg af en toe de reclassering op bezoek. En als er signalen waren van terugval, ja, dan zorgde hij er wel voor dat hij zijn situatie verbeterde. Dus wat is er dan met TBS? Zou het dan niet goed zijn? Nou, we hebben het programma natuurlijk gekeken, dat tweedok. En daar komt dan ook Corinne de Ruiter in beeld. En die zegt ook: ja, die recidive tijdens TBS-verlof is echt heel zeldzaam. Ongeveer vijf keer per jaar is er inderdaad een recidive. Maar dat zijn dan hele kleine vergrijpen. Hè? Dat is diefstal of iets anders. Maar dit met Rudolf, dat, is, dat gebeurt eigenlijk nooit. Ik denk ook dat dit wel een unieke zaak is. En dan toch kun je zeggen, is hij nu levenslang opgesloten? En dat is maar even de vraag. Want in 2017 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald... Dat er geen levenslange opsluiting meer mag zijn. zonder enig reëel perspectief op vrijlating. Want dat zou onmenselijk zijn als je zo bestraft wordt. En dat betekent dus: ja, ik denk niet dat het een kans van slagen heeft. maar dat Rudolf in 2030 alweer in aanmerking zou kunnen komen. voor een herbeoordeling. Want dat is na 25 jaar nadat zijn straf is opgelegd. Nou ja, we gaan het zien, maar. Ik kan me niet voorstellen dat deze man ooit nog terug zou kunnen keren in de maatschappij. Denk nou, ook aan de slachtoffers. Nou, precies dat wil ik zeggen, want hij heeft levenslang, maar ook die slachtoffers van de steekpartij alleen al. De man in het park, die is een lange tijd onzeker geweest, is bang geweest om alleen op straat te gaan, die heeft psychiatrische hulp moeten zoeken. En die jonge vrouw, die is nadat ze gestoken was, heel angstig geworden, die zag gewoon in iedereen een potentiële moordenaar, die durfde haar huis niet eens meer uit. Dat is later wel verbeterd. Maar die heeft nog steeds last van angst- en paniekaanvallen. En die zal in zekere zin altijd bang blijven, vooral in het donker. En vergeet ook niet al die boeren, diereigenaren. waarvan de dieren zijn mishandeld. Die hebben ook een trauma opgelopen. En laten we vooral Frank Storm en zijn nabestaanden niet vergeten. Die bil die heeft gewoon een verschrikkelijk spoor achtergelaten. Om dan te eindigen met iets moois. In 2007 heeft er een herdenking plaatsgevonden. En daar was Frank Storm het middelpunt van. En ze hebben een mooie zwerfkei bedacht met een wel ingrijpende uh, tekst erop die is in ieder geval bij mij blijven hangen. Geweld eindigt waar respect begint. Nou laten we hopen dat dat bij mensen doordringt. En van deze zaak uh, zullen we een paar dingetjes met jullie delen, maar jullie kunnen ons, zoals jullie van ons gewend zijn, volgen op Instagram of X. Moordzaken podcast. Thank <laughs> you.